is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naïda Aurangzeb. Goedemorgen, beste luisteraars op deze zonnige dag. We gaan het hebben over een iets minder zonnig onderwerp. Afgelopen vrijdag schreef journaliste Marjolein een openhartig stuk over de voordelen van het gebruik van antidepressiva in de krant. Ze werd overladen met reacties. Niet zo gek, want bijna 1 op de 5 Nederlanders krijgt ooit te maken met depressieve gevoelens. En dan hebben we het niet over een gewoon dipje, maar echt over alles overheersende gevoelens van leegheid, somberheid, uitzichtloosheid, angsten en verdriet. Werken lukt niet meer en ook alledaagse dingen als boodschappen doen bijvoorbeeld, zijn een lijdensweg. En dan is het onderwerp depressie ook nog eens een beladen onderwerp waar men niet gemakkelijk over praat. Pillen lijken een shortcut to heaven en huisartsen schrijven ze dan ook graag voor. Goede zaak volgens voorstanders, zeer slechte ontwikkeling roepen tegenstanders. Beste luisteraar, aan u de vraag: hoe gaat u om met depressies bij uzelf of bij uw naasten? Zweert u bij pillen of is voor uw sport het wondermiddel? Of zoekt u misschien heilen in kruiden? Kortom, hoe zorgen we ervoor dat onze depressieve natie weer overstroomt van levensvreugde? Laat het ons weten. Bel met 0800-1121. Of twitter naar hashtag Lijn1. E-mailen kan naar lijn1@ntr.nl. En u kunt mij en mijn gasten ook zien op de webcam op lijn1.ntr.nl. Dit is Lijn1. Manic Depression, de Jimi Hendrix Experience, hoorde u luisteraars. Aan de telefoon hangt de dame die afgelopen vrijdag in de Telegraaf in de bijlage vrouw.nl schreef. Ze schreef daar een stuk over haar depressie en over het gebruik van antidepressiva. Aan de telefoon journaliste en ervaringsdeskundige Marjolein. Goedemorgen, Marjolein. Goedemorgen. Nou, voordat we beginnen, heel dapper. Dapper dat je dat stuk hebt geschreven. Dapper ook als je ziet hoeveel reacties het heeft opgeroepen. Waarom vond jij dat jij dit moest schrijven? Ik merk ook om me heen dat er zoveel mensen en met name ook vrouwen zijn die het lastig vinden om de maatschappelijke pas bij te benen. Constant te moeten voldoen aan het perfecte plaatje en voortdurende prestatiedruk voelen. En helemaal nu in deze crisistijd. En zichzelf daarin dreigen te verliezen en hebben dan ook aanhoudende klachten zoals slapeloosheid en neerslachtigheid die hun dagelijks functioneren belemmert. En dat geldt dan ook voor mij. Ik ben eigenlijk een voorbeeld van mijn omgeving. Heb ook van alles geprobeerd, van meditatiecursussen tot het lezen van stapels zelfhulpboeken. Helaas voor mij niet afdoende. Maar goed, het verschil is wel dat erbij antidepressiva komt er bij hen niet in. Daar rust toch een taboe op. En als dat er al wel in komt, dan schaamt men zich ervoor. Ziet het toch als, als falen, een teken van zwakte. En ja, heel paradoxaal. Maar wel heel erg typerend voor deze tijd. Beenbreken mag namelijk wel, maar somber zijn past nu eenmaal niet in de maatschappelijke plaatje. En Marjolein, hoe lang was jij al depressief voordat jij aan de antidepressiva ging? Heel depressief ben ik nooit geweest. Ik heb alleen wel een soort van overgevoeligheid voor de alsmaar sneller en harder worden maatschappij. En dat belemmerde mij heel erg in mijn dagelijks functioneren. En dat is zo'n 5 jaar geleden. En dan slik jij, als ik je dus goed begrijp, slik jij antidepressiva tegen je overgevoeligheid. Ja. Maar daar lijkt volgens mij is daar antidepressiva toch helemaal niet voor bedoeld? De klachten die daaruit voortkwamen, zoals slapeloosheid en mezelf helemaal kunnen verliezen in bepaalde piekergedachten. Ja. Die kwamen wel uit die overgevoeligheid voort. En waardoor dus een burn-out of een depressie wel op de loer ligt. Ja, en hoe lang slik je de pillen nu al? 5 jaar. Kan je nog zonder? Ik heb dat wel geprobeerd, op en afgebouwd. En ik zou wel zonder kunnen, maar ik vind dat niet heel noodzakelijk.
ik merk nu gewoon dat ik een gemakkelijker leven hierdoor leid. Ja, maar... En dat staat bij mij meer voorop dan mezelf. Daar zou ik niet meer willen ruilen met constant dat piekeren en de somberheid, wat eerder wel het geval was. Kun je zeggen dat je intussen verslaafd bent aan die antidepressiva? Nee, ik zie het absoluut niet als een verslaving. Ja. Hetzelfde is, je hebt ook mensen die suikerpatiënt zijn en die dagelijks insuline nodig hebben. Dus ik redeneer meer dat ik een soort van stofje in mijn hersenen mis en die aangevuld moet worden. En misschien heb ik het wel of niet alle dagen nodig. Je mist een stofje in je hersenen. Bij mij in de bus zit psycholoog Bram Bakker. Psychiater, Bram Bakker. En die weet alles over stofjes in ons hoofd. Bram Bakker. Nou, probleem is dat die klachten die Marjolein beschrijft, die zijn wel echt een indicatie van antidepressiva. Maar welke stofjes in het hoofd en welke delen van de hersenen, daar weten we uiteindelijk nog steeds heel weinig van. Dus een van de problemen is dat je die middelen, die laat je los op klachten in de hoop dat het werkt. Maar van tevoren voorspellen of het gaat werken en bij wie, dat kunnen we eigenlijk niet of nauwelijks. Ja. En dat heeft in ieder geval toegeleid dat heel veel mensen ten onrechte die middelen gebruiken. En dat de groep waar Marjolein voor opkomt, mensen die daar echt baat bij hebben, dat die ook bestaat, geen twijfel daarover. Het is heel dom om tegen antidepressiva te zijn. Maar nou ja, het heeft een prijs. Ik weet niet hoe het met Marjolein de gewicht is en met haar seksleven, maar het kan toch zijn dat dat... Wat is de prijs dan, heel concreet? Nou, veel mensen hebben moeite om nog tot een orgasme te komen. Veel mensen hebben ook veel minder zin in seks. Veel mensen komen echt een flink aantal kilo's aan. Ja. En als je zwaar depressief bent, dan heb je dat er graag voor over. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, dan ga ik op een gegeven moment toch weer met die pillen stoppen. Ja, Marjolein, ik begin even eerst met je gewicht. Hoeveel woog jij voordat je begon aan die pillen en hoeveel weeg je nu? Ik heb altijd hetzelfde gewogen. Ik ben 1,76 meter. Mm-hmm. En ik weeg 60 kilo. En ik met mijn libido is gelukkig ook niks aan de hand. Wat ik wel had, was in het begin ernstige bijwerking. Althans ernstig. Ik kreeg klamme handen. De klachten die ik al had, werden ook wat sterker. Maar dat, dus de klachten van somberheid, niet kunnen slapen? Ja, precies. En dus eigenlijk na zo'n 5 weken bemerkte ik eigenlijk toch wel subtiele verbeteringen. Ja. En je hebt helemaal geen bijwerkingen meer, Marjolein? Nee. En ook eigenlijk niet noemenswaardig gehad. Oké, maar daarmee behoor je wel tot een minderheid, hè? Dus besef je wel dat je een geluksvogel bent? Nou ja, in mijn omgeving kan ik zo 5, 6 vrouwen aanwijzen die allen ook best wel heel succesvol zijn, heel belezen. En nog steeds zin hebben. En die verder ook niet. Nee, het enige is dat zij zich er heel erg voor schamen, maar verder ook geen bijwerkingen hebben. Ze slikken de pillen, worden een stukje gelukkiger en zijn nog steeds superslank en hebben ook zin in seks. Ja. Dus Bram Bakker, hoe kunt u dan nog tegen zijn? Als ik dit hoor, denk ik, nou, is een shortcut to heaven. Ik ben helemaal niet tegen. Sterker nog, ik schrijf het ook voor. Maar ik schrijf het pas voor als je minder ingrijpende dingen al hebt geprobeerd. Nou, dat heeft Marjolein beschreven. Dus in haar geval had ik het haar misschien ook voorgeschreven. Dat weet ik niet. Maar er is in de Nederlandse praktijk een situatie ontstaan waarbij meer dan 80% door de huisarts wordt voorgeschreven. Terwijl ik denk dat dat specialistisch spul is. Ja. Insuline haal je ook niet bij de huisarts. Dat is één. En twee is dat onomstreden is dat er in Nederland 100.000 mensen die middelen gebruiken, terwijl dat eigenlijk niet zou hoeven. En daar zit Marjolein dan weliswaar niet bij, maar nog steeds zijn er heel veel mensen die aan die middelen zitten en niet meer afkomen. Ja. En er niet echt van opknappen. Twee dingen dan. Ik hou ze even, maar eerst even naar die 80. Dus 80% van die 80% krijgt de pillen voorgeschreven door een huisarts. Ja. Marjolein, was dat bij jou ook zo? Kreeg jij de antidepressiva voorgeschreven door je huisarts? En wat vroeg de huisarts dan? Ik bedoel, kon je daar gewoon zelf om vragen of heb je een hele intake gehad? Ik heb mijn eigen huisarts hier voor geïnterviewd. Want ik vind natuurlijk ook wel dat je gewoon vinger aan de pols moet houden. En dat er ook eigenlijk voortdurend onderzoek gedaan moet worden naar het effect ervan. Ook als je het al geruime tijd gebruikt. Mm-hmm. Maar zij zegt ook van, dat zij ook in de periode erna, dus als mensen
toch wel vinger aan de polsen blijft houden. En dat ze de patiënt op de voet volgt en een regelmatig overleg heeft over de inname en de dosis en de werking ervan. Dus daar ben ik natuurlijk ook wel een voorstander van. Ja. Bram? Nou, er is jarenlang een cultuur geweest waarbij huisartsen dachten, baat het niet, dan schaadt het niet. En een consult van 10 minuten was dan voldoende om zo'n receptenblok te trekken. Ik denk dat dat niet goed is. De serotoninefabel die de fabrikanten hadden gekoppeld aan die middelen, die is aantoonbaar onjuist. Wat is die fabel dan precies? Nou, dat er een disbalans is in een hormoon in je hoofd. Was het maar zo simpel, want dan zou je met een buisje bloed wellicht kunnen vaststellen wie het nodig heeft en wie niet. Dat is allemaal niet waar. Dat er iets met neurotransmitters speelt en iets met stress, dat is zeker. Maar bij wie en in welke mate, dat wordt niet onderzocht, omdat de farmaceutische industrie daar geen belang bij heeft. Die wil alleen maar zoveel mogelijk mensen die het gebruiken en zo lang mogelijk. En wat er gebeurt als je stopt, dat wordt niet onderzocht. En, Marjolein, even terug naar jou. Je gebruikt het nu al meer dan 5 jaar, hè, die pillen? Ja. Ben je van plan om er ooit helemaal van af te gaan? Of de pillen gaan met je mee de rest van je leven? Ja, het zou kunnen hoor. Dat sluit ik zeker niet uit. Maar het gaat mij meer eigenlijk om de acceptatie. Die erfelijke belasting die ik nu één keer heb, dat accepteer ik. En als ik dat niet doe, dan weet ik dat ik mezelf onnodig kwel. Dus wat er in de toekomst gebeurt, wie dan leeft, wie dan zorgt. Als ik ze niet meer nodig zou moeten hebben, nou, dat zou geweldig zijn. Ja. Maar voorlopig heb ik er geen problemen mee. Okay. En jij pleit ervoor dat we af moeten van het stigma en het taboe rondom het slikken van antidepressiva. Nou ja, mensen moeten zeker niet denken dat ze falen of dat het een teken van zwakte is. Okay. Wat ik net ook al aangaf, ik zou in ieder geval nooit meer willen ruilen met een leven waarin piekeren en somberheid de overhand heeft. Dankjewel Marjolein. Maar dit is natuurlijk ook geen pleidooi om zomaar iedereen aan de pillen te krijgen, begrijp ik niet verkeerd. Nee. Maar als mensen zichzelf onnodig blijven kwellen en van alles geprobeerd hebben en dat middel is er. Ja, en je kunt daardoor een aangenamer leven leiden, waarom dan niet? Dankjewel, Mark. Dat ben ik heel erg met je eens. Precies. En dapper, nogmaals, heel goed dat je dat in ieder geval, wat we er ook van vinden, dat je het in ieder geval bespreekbaar maakt. Dat is altijd goed. Dankjewel, Marjolein. Even terug in de bus naar de psychiater, Bram Bakker. CM Tolkes, die twittert, mijn man is na afbouw van antidepressiva in levensgevaarlijke situatie gekomen, daarna nog meer nodig gehad. Ja, nou, dat is een van de meest voorkomende problemen, waar ook amper dus onderzoek naar geschiet. Hoe kom je er weer vanaf? We weten al dat heel veel mensen die klachten terugkrijgen als ze stoppen of proberen te minderen. En dus slikken ze maar door. Ja. En ja, de vraag is natuurlijk toch, ben je dan succesvol aan het behandelen? Het lijkt in ieder geval niet op antibiotica. Als je longontsteking hebt en je neemt een kuur met antibiotica, is het daarna klaar. En hier is het schijnbaar niet klaar na een kuurtje. Maar zegt u daar ook mee dat we meer en meer, kijk, als 80% van de huisartsen antidepressiva voorschrijft, dan lijkt het wel een beetje alsof we antidepressiva zijn gaan gebruiken, alsof het een antibiotica is. Ja, wel nee, ook antibiotica is precies mijn bezwaar. Dus doe dan eerst de minder ingrijpende dingen. Kijk, Marjolein beschrijft in haar verhaal, ze moet heel veel, ze heeft enorme ambitie. En om dat allemaal vol te houden, dat brengt stress met zich mee. En dan komen er klachten. En de eerste vraag is natuurlijk, vraag je niet te veel van jezelf? En dat moet je dan van geval tot geval bekijken. Maar ik zie dat heel veel mensen onvoldoende tijd nemen om te ontspannen, om te zorgen dat ze een beetje fit en vitaal blijven. Mm-hmm. Ja, dan hou je het op een dag niet vol. En is dit dan de oplossing? Ik denk het niet. Wat ik wel vind, hè, want Marjolein nu noemt het dan ook, haar drukke leven, ze wil van alles, is overgevoelig. Nou ja, u zegt dat nu ook. Toch merk ik in de praktijk dat het feit dat we heel vaak, als we over depressie hebben, het hebben over mensen die, en met name vrouwen die overgevoelig zouden zijn, we willen wat, te weinig rust. Maar er zijn ook mensen die depressief zijn, omdat er gewoon echte heftige dingen gebeuren. Heb ik het bijvoorbeeld over het verlies van een kind, het verlies van een partner, verkrachting, huiselijk geweld, mensen die uit een oorlogssituatie komen. Doen we die mensen niet tekort door altijd maar, als we het hebben over depressie, maar meteen te hebben over, ach joh, je bent zo overgevoelig en doet te veel? Nee, alleen kijk, wat je nu beschrijft, dat is eigenlijk de ellende die het leven met zich meebrengt soms. En we zitten in een cultuur waarbij we dat menselijk leed zijn gaan medicaliseren. En er gebeuren gruwelijke dingen en daar moet je wat mee. En ik vind ook dat die mensen alle recht hebben om daar hulp en ondersteuning in te krijgen. Alleen de vraag is
of je ze daadwerkelijk helpt door er een pil in te duwen. Ja. Iemand die al heel lang vrijwillig wel een pil in zijn lijf duwt, is Niels Zeelenberg. Goedemorgen. Goedemorgen met Niels Zeelenberg. Ja. Ja, ik vind het prettig om eens een keer te reageren, want het is een onderwerp wat mij heel na aan het hart ligt. Ik heb ik ben nu 46 en ik gebruik ongeveer sinds mijn 34ste Ceroxat, of paroxetine. En ik kan wel zeggen, ja, mijn geschiedenis is dat ik eigenlijk vanaf mijn late kindertijd last heb gekregen van zaken als somberheid, depressie, piekeren, dwangmatig denken. En dat heeft eigenlijk mijn hele puberteit en mijn studententijd verpest, kan ik wel zeggen. En op begin 20ste ben ik af en toe contacten gaan zoeken met psychologen, therapie, maar dat werkte nooit zo. Totdat het zo erg was dat ik op advies van een psychotherapeut die pillen ben gaan slikken. En geleidelijk aan heeft dat, kan ik wel zeggen, ja, heeft het mijn leven gestabiliseerd. En de laatste jaren ben ik in staat om gewoon te genieten van de dingen. De laatste 5, 6, 7 jaar, zeg maar. En je slikt er nu al 12 jaar? Ik ben er eigenlijk helemaal op ingesteld zoals dat dan heet. Het maakt gewoon een stand, net als koffie en thee drinken. En ik vind het zo jammer. Precies. dat er vaak sowieso zwart-wit van, kijk, het is zo, het heet bijwerkingen. Ja, heb jij last van die bijwerkingen? Bij mij is de meest dominante bijwerking, dat is ook de meest veel voorkomende, begrijp ik uit de bijsluiter, is dat het een demping heeft op de seksualiteit, zeg maar, libido, erectie. Ja. Goed, ik heb geen partner en ik vind dat ik met het bewust doormaken van mijn eigen leven en mijn eigen ervaringen, dat ik heel goed zelf kan afwegen wat zijn de baten en de lasten. En als ik moet kiezen tussen vaker een spijt krijgen en vaker zin hebben in seks en depressief door het leven gaan. Ja. Of kunnen genieten van de kleine dingen in het leven, dan kies ik voor het laatste. Ja, en toch dan, als ik dit hoor, en je bent nu 46, dus je was, even als ik snel kan rekenen, ongeveer 34 toen je eraan begon. En dan denk ik, ja, genieten van seks en een seksleven en wel een orgasme krijgen, is toch, laten we wel wezen, ook een groot onderdeel van de zin van het leven. Van goede seks word je toch ook heel gelukkig. Dus ben je nu niet uit de angst voor al dat andere ook iets moois heel vrijwillig aan het opgeven? Als jonge man. Ja, nou, ik denk dat het heeft ook te maken met hoe mijn leven is verlopen. Op een bepaalde manier heb ik geaccepteerd dat ik vrijgezel ben. En dat we, op een of andere manier kan ik daar ook eigenlijk wel van genieten op een bepaalde manier. Ja. Ik heb niet een diep verlangen naar een vaste partner. Nou, en als ik af en toe, ik ben dan homoseksueel, af en toe probeer ik wel eens via de telefoon of via internet een sekscontact te hebben. Mm-hmm. En gelukkig zijn er voor de bijwerking van antidepressiva. Tegenwoordig is het bijna standaard dat huisartsen, ook mijn huisarts, die zegt van nou dan kun je Viagra nemen bijvoorbeeld. Oké, okay. Dus je neemt een andere pil. Ik weet dat die psychische problematiek zo in mij zit. Dat weet ik gewoon vanaf mijn jeugd. Dat ik die afweging maak ik dan gewoon. En dingen hebben voor- en nadelen. Ja. En ik ben liever niet depressief en dan misschien wat gedemptere seksualiteit, zeg maar. Ja, dankjewel Niels. Ja, okay. Dankjewel voor je openhartige verhaal. Ja. Even voordat ik naar een andere gast aan de telefoon ga, terug in de bus, psychiater Bram Bakker. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, ik heb toch heel lang gedacht dat goede therapie, psychotherapie bijvoorbeeld, dat je zou moeten afhelpen van je depressie. Als ik Niels hoor, maar ook Marjolein, dan denk ik, ja, zijn onze psychologen dan zo slecht dat gewoon niet helpt? Nou, nee, en we aan de pillen moeten? De meest onderzochte vorm van psychotherapie, de cognitieve gedragstherapie, die scoort succespercentages op korte termijn die vergelijkbaar zijn met die van antidepressiva, maar waarbij dus een substantieel deel van de mensen toch klachten houdt. Alleen, dan denk ik nog steeds, begin met therapie liever dan met antidepressiva, want dan leer je, als het goed is, zelf iets waarna je antidepressiva niet meer nodig hebt. Zo'n verhaal als van deze man, wat ik een heel prima verhaal vind, ja, het is een keus en als het moet, dan moet het. Ja. Maar het gaat echt om de volgorde. Oké. Okay. Ik kom zo weer bij u terug. Ik ga eerst naar de telefoon. Hoogleraar Jos Widdershoven hangt. Goedemorgen. U legt de connectie tussen psyche en lichaam. Terwijl lange tijd... Want lange tijd hielden medici lichaam en geest gescheiden. Wat is dat dan als we het hebben over depressie? Welke connectie is er dan tussen de psyche en ons lichaam? Ja, waar wij specifiek naar kijken binnen ons onderzoek, dat is de cardiopsychologie. En wij zoeken inderdaad de verbinding tussen depressie en hartziekte. En daar is al heel veel onderzoek naar gedaan in de wereld en ook in de Universiteit van Tilburg.
Het is zo dat er duidelijk aangetoond is dat er een verband bestaat tussen depressie en het krijgen van een hartziekte. We weten dat depressieve patiënten een veel hogere kans hebben op een hartinfarct. En ook als ze dat gehad hebben, dat hartinfarct, dat ze dan meer kans op complicaties hebben. En om dan naar het onderwerp terug te gaan, dat ligt wat ons betreft heel erg in gedragsgerelateerde mechanismen en een biologisch mechanisme. En daar zal wel al over gesproken zijn door collega Bakker. We weten dat er een duidelijk verband is met het allerlei hormonen en dergelijke. Maar waar wij erg op inzetten is het gedrag. We weten dat depressieve patiënten, dat die meer roken, dat die minder bewegen, dat die zich niet aan de medicatievoorschriften houden. En dat is voor ons een hele belangrijke factor die ertoe leidt dat die patiënten een slechtere prognose hebben. Ja. Daar zetten we ook met de behandeling op in. Hè, binnen hartrevalidatie, hè, om te zorgen dat die patiënten in ieder geval hun medicijnen slikken, niet roken. En in feite behandel je op die manier de klassieke risicofactoren die de patiënten hebben. En probeer je op die manier te zorgen dat ze een betere prognose hebben. Ja. En even over die patiënten. Even over die risico's, ik onderbreek u even. De patiënten die wel antidepressiva slikken, en vooral degenen die hem al 12 jaar, 5 jaar, lopen deze mensen meer een verhoogd risico op hart- en vaatziekten? Het is zo dat die antidepressiva, en dan heb ik het vooral over een bepaalde groep, de selectieve serotonine heropnameremmers, die leiden ertoe dat patiënten wat bloedingen kunnen krijgen, stollingsproblemen hebben, vooral als het in combinatie met aspirine gebeurt, maar ook hebben die medicijnen interactie, die werken de bepaalde cholesterolmedicijnen tegen. Dus het is niet allemaal goud wat blinkt. En sommige medicijnen hebben echt een negatief effect. Ik wil niet zeggen dat je ze nooit moet gebruiken. Maar daar moet in ieder geval hele goede monitoring plaatsvinden. En 12 jaar lang? Want wij hadden net een beller, Niels, die gebruikt het al 12 jaar lang. Ja, dat kan. Dat kan. Er zijn mensen die gebruiken het nog langer. Maar kijk, in het geval van hart- en vaatziekten is het van belang om dat heel goed te monitoren. Ik zie het meer in een combinatie van gedragsbehandeling en misschien met medicatie. Ja. En dat is ook de lijn van onderzoek voor de komende jaren om daarnaar te gaan kijken. Professor Widdershoven, de laatste vraag voor u. Kunnen wij onszelf ziek denken? Dus kunnen wij onszelf ziek denken? Kunnen wij door de manier waarop wij denken inderdaad depressief worden? Jazeker. Dat zou best kunnen. Kijk, in ieder geval is het zo dat als je een hartziekte hebt, dan heb je al kans dat je er depressief van wordt. Dat kan natuurlijk, dat is ook bekend. 20% van de hartinfarctpatiënten wordt daar depressief van. Okay. Dat is natuurlijk te behandelen. Maar mensen kunnen in een soort negatieve spiraal komen met denken dat ze toch inderdaad zich ziek gaan voelen. Ja. Maar dat is meer een onderwerp voor de psycholoog. Oké, dank u wel. Bedankt voor uw uitleg. Terug in de bus, psychiater Bram Bakker. Wilt u nog reageren op professor Widdershoven? Het onderscheid tussen psychisch en lichamelijk, daar moeten we dringend vanaf. En gedragsverandering ook. De bus staat niet voor niets bij Mind & Health, waar we alleen maar proberen mensen te helpen om hun gedrag te veranderen en daarmee te voorkomen dat ze dit soort middelen nodig hebben. Want preventie heeft de toekomst. En het niet onderscheid maken tussen de hersenen en de rest van het lijf. Dat is enorm belangrijk. Die link met het hart, daar moeten we veel meer van weten. Ja, en wat zouden we dan nu moeten doen? Want is er een kans dat depressie een soort epidemie wordt in onze samenleving? 1 op de 5 heeft er al eens last van? Dat is het al. En het geeft ons te denken dat in Afrika, waar de leefomstandigheden gemiddeld een stuk minder zijn, minder depressie voorkomt. Dat in rijstveldjes in Indonesië de burn-out percentages ongeveer 0 zijn. Dus hoe kan je nou 30, 40 jaar tot je enkels in het water staan om rijstplantjes eruit te trekken en geen burn-out krijgen? Terwijl wij met al onze welvaartsproblemen bij bosjes depressief worden. Ja. Iemand die ook al heel lang depressief is en een voorstander van de pillen is Jacob. Goedemorgen. Die beide dingen heb ik niet zo gezegd. Maar inderdaad, ik gebruik, dus dat is een communicatiefoutje denk ik. Ik gebruik inderdaad een lichte antidepressief al heel lang. Dus paroxetine, voorheen Seroxat. Daar heb ik baat bij. Maar depressie is een kwestie ook van aanleg. Het kan in de familie zitten, het kan generaties overslaan.
Maar wat naar mijn vaste overtuiging bijdraagt in Nederland aan gevoelens van onbehagelijkheid en niet op je gemak voelen, dat is zoals al eerder gezegd is, dat alles harder en sneller moet. Mm-hmm. En de samenleving die ook ingewikkelder wordt, en dat klinkt als een vreselijk cliché, maar dat is gewoon inderdaad wel waar. Ja. En wat volgens mij persoonlijk een grote rol speelt, is de enorme snelheid waarin de laatste tientallen jaren bijvoorbeeld het landschap is verknoeid. Gunstige uitzonderingen daar gelaten, okay, hoor. Maar, dus meer groen? Meer groen, minder overbevolking. Want dat, okay, dat probleem wordt wereldwijd en ook in Nederland wordt dat gebagatelliseerd. Zeer ten onrechte. Ja. Hè, want toen mijn opa jong was, had Nederland, 1900 dus, pak een beet 5 miljoen inwoners. En nu zitten we met meer dan ongeveer 3,5 keer zoveel. Ja. Dus het is echt totaal absurd. Dankjewel. Er is te veel asfalt. Goed. In verband met de tijd moet ik je nu onderbreken. Dankjewel, het is helder. Meer groen, meer genieten van het leven, meer met elkaar praten, Bram Bakker. Minder stress, meer bewegen, fatsoenlijker eten. Dan komen we een heel eind. En elkaar serieus nemen. Want zeker. Alle mensen die zich slecht voelen, die moeten wel serieus genomen worden. Niet snel oordelen, nee, dat helpt ook. Sorry, wat zei je nou tot Niet goed? Te snel oordelen, dat helpt heel goed. Dat helpt heel goed. En een beetje lief zijn voor elkaar. En je gaf me lieve knipoog, dat helpt. Dankjewel. Luisteraars, geniet van de zon, ook als u zich somber voelt. Dank u wel, tot morgen. Wij hebben toen destijds in Nederland afgesproken dat 4 mei is de herdenking voor alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Nederland. En 5 mei vieren wij de bevrijding. En alles wat er omheen zit, hoort er helemaal niet thuis bij het verhaal. Eigenlijk zou het er maar één krans gelegd moeten worden. En dat is de krans voor alle slachtoffers die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen. En het moet geen discussie worden over goed of fout, of Joden of Zigeuners of Roma of homo's.